Welkom bij de tweede eenvoudige oefening van module 4. Hierin wordt gevraagd om een zwembadklasse te maken. We moeten een klasse zwembad maken. Ik heb hem dus opnieuw in het Engels pool genoemd. Om een offerte te kunnen opstellen voor de bouw van zwembaden. Een zwembad zal bestaan uit een cirkelvormig reservoir. En een pad er rond en een omheining rond het pad. Je kunt het jezelf makkelijker maken door gebruik te maken van de klassecirkel uit oefeningen voor classes. Dus we gaan eens kijken. Waarschijnlijk zitten we hier met een cirkelklasse ergens. Ja, inderdaad. En die zal helpen voor de berekeningen. Dus we kunnen eens proberen. Om dit voor te stellen hebben we enkele gegevens nodig. Staat hier de straal van het zwembad zelf, de breedte van het pad, de prijs voor het pad. We gaan ervan uit dat het een prijs is per vierkante meter. Ja. En dan de prijs voor de omheining, dat is een prijs per meter. Ja. En binnen deze klasse schrijf je functies uit om het volgende te berekenen. De prijs van het pad en de prijs van, van de omheining en de totale prijs. Let's do this. Oké. Wat hebben we nodig? We moeten in elk geval bijhouden wat de radius is van dat zwembad. En wat de radius is van de totale oppervlakte, dus inclusief pad. We moeten altijd denken aan de gebruiker. De gebruiker kan het makkelijkst wat ingeven. De straal van het zwembad en de breedte van het pad. Ja. Dus als we even vertrekken van een constructor. Geen void bij een constructor. Right. Hebben we een radius nodig. Dat is de straal van het zwembad zelf. Dan de path width en de path price en de fence price. Ja, oké. Okay. De fence lengte moet je niet opgeven, want dat is natuurlijk gekend. Hè? Okay. Dat kunnen we afleiden uit de andere maten. Voilà. Dus hebben we daarvoor nodig een path width, een path price, een fence price voor het zwembad. En we gaan dat hier maken. Een radius, een path width, een path price en een fence price. Zo. Dus dan zou in principe hiermee moeten alles kunnen afgeleid worden. Als we nu naar een cirkel gaan kijken, wat we met de klasse cirkel kunnen doen, ik ga die even open doen, dan zien we dat een cirkel eindelijk bijgehouden wordt door een radius en eventueel een kleur, maar die hebben we niet nodig. Goed. Dus we zouden kunnen ofwel kiezen om de poolinformatie op te slaan als een cirkel. Ik ga eens louter hiervoor een nieuwe cirkel maken. Dus we gaan niet naar die cirkel verwijzen, maar ik ga een nieuwe cirkel maken dat die hierbij zit. Voilà. Ik ga dit keer ook een Engelse naam geven. Het verbaast mij trouwens dat ik hier een Nederlandstalige naam heb gegeven. Voor deze. Heb ik dat voor andere klassen ook gedaan? Nee, dat is Engels. Engels. Dus misschien kan ik deze renamen naar circle ook. Voilà. Ja. Zo. Maar eventjes wat onderhoudswerk aan het doen voor een oude oefening. Maar ik heb hem in het Nederlands ook gezet. En dan wordt hier dan circle tester. Ik ga die ook refactoren naar circle tester. Goed, nu terug naar onze oefening. Dus ik ga de circle niet gebruiken. Ik ga zelf een circle maken. Ziezo, dat is hem. Die cirkel moet eigenlijk een straal hebben en meer hoeft hij niet te hebben. Dus ik ga even hier een private double radius nemen. En dan ga ik ook wat hebben. Dus die color ga ik niet meenemen. Die zat er in de oorspronkelijke oefening in. Dan heb ik een constructor nodig. Voilà, die de radius gaat aanvaarden. Hier telt de AI een set radius voor. Ik zou het kunnen doen met een set radius, maar ik ga het nu niet zo ver drijven. Ik ga hem gewoon rechtstreeks opslaan.
En dan moeten we wat hebben? Een get radius kunnen we hebben, want we moeten die radius erop vragen, misschien vanuit het zwembad. Eventueel. Dan een omtrek. En een oppervlakte. Oké, dus dat is dit. 2 maal pi maal de straal. Ja, soms hebben we ook, wacht, dit is hier pi r kwadraat. Dus dat is pi r kwadraat, als je de wiskunde erbij neemt. R kwadraat, voilà. Oké, en deze is 2 pi r. Dus je zou kunnen hier proberen de ene en de andere op te roepen, maar dat heeft echt geen zin eigenlijk. We gaan dat gewoon zo laten, hè. Zo. Ik weet niet als ik hier een pi... Ja, hij doet het. Goed. Ik zal hier maar een sterretje nemen. Dan maakt het ook allemaal een beetje overzichtelijker. Dat is de formule die ik er even bijgezet. Maar goed, dat is wiskunde. We kunnen dus van een cirkel de straal en de radius nemen. Eigenlijk zou ik hier zelfs kunnen een ring van maken. Dus in plaats van een cirkel, dat ik ook een ring heb. En dan is een cirkel eigenlijk gewoon een ring. Met geen binnenstraal. Hè. Dus als we een ring hebben, die heeft een buitenstraal en een binnenstraal. Binnenste cirkel wordt afgetrokken van de buitenste. Dus misschien zou dat wel nuttig kunnen zijn. Dus als ik dit een ring noem, laten we dat even hernoemen. En eigenlijk zou ik een ring zelfs kunnen definiëren als twee cirkels. Hè. Ja. Ik ga nog eens een iets nieuws doen. Ik doe dat eigenlijk gewoon omdat je zou zien... ik wil eigenlijk meer Java schrijven in de video's. Dus als ik hier een ring maak. Ring. Dan is een ring eigenlijk gewoon het verschil tussen de binnen- en de buitencirkel. Dus als ik hier een public constructor maak. Inner radius, outer radius van de ring. Dan worden die opgeslagen. En dan kan ik hier inderdaad wat doen. Die twee ook opvragen opnieuw. Niet dat dat hoeft. Dus mijn advies is altijd, maak getters als het nodig is. Misschien hebben we dat helemaal niet nodig. Maar dan, als je de oppervlakte wil van die ring, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, ik ga dat als twee cirkels bewaren. Dus in plaats van een inner radius te bewaren, als er een inner radius binnenkomt, kunnen we dat eigenlijk ook intern slimmer aanpakken. En kunnen we hier eigenlijk een cirkel bewaren. Inner circle en outer circle. Voilà. En dan kunnen we eigenlijk hier in plaats van de straal, want we gaan nog altijd de straal aangeven, ja. Kunnen we eigenlijk nog altijd hier de straal laten binnenkomen, want mensen definiëren die ring op basis van straal, maar wij gaan intern eigenlijk een nieuwe cirkel gaan bouwen. Dus inner circle is dan gewoon een nieuwe circle op basis van de inner radius. En de outer circle is dan gewoon een nieuwe circle op basis van de outer radius. Zo. Ja. Ik laat dus die getters nog eventjes voor wat ze zijn. Als ik nu de oppervlakte wil, dan hoef ik eigenlijk hier helemaal geen ingewikkelde berekeningen te doen, want eigenlijk is dit pi maal de grote straal in het kwadraat min pi maal de kleine straal in het kwadraat. Uiteraard, de oppervlakte van die ring is eigenlijk de oppervlakte van de grote cirkel min de oppervlakte van de kleine cirkel. Maar hier kunnen we dus, we hebben dat surface genoemd, daar heeft hij dat ook surface genoemd. Dus we gaan die lijn doortrekken, maar dan kunnen we hier nu eigenlijk zeggen dat de outer circle zijn get surface is
min the inner circle, then get surface. No. And for the circumference is uiteindelijk gewoon de omtrek van de outer circle. ik vraag me zelfs af als we dat überhaupt nodig hebben. Je zou hier kunnen zeggen, ik heb eigenlijk zelfs twee omtrekken, de binnenomtrek en de buitenomtrek. Dus als ik de inner circumference noem, dan is dat eigenlijk... Well, ik ga het niet doen, we hebben het waarschijnlijk niet nodig. Voilà. En het volume hebben we ook niet nodig. De toString gaan we ook niet nodig hebben waarschijnlijk. Dus we gaan dat allemaal laten voor wat het is. Okay. Die cirkel dan kunnen we hier nu gebruiken op twee manieren. Die cirkel en die ring. Want als we die dat zwembad gaan bijhouden, dan hoeven we eigenlijk niet de radius bij te houden, maar dan kunnen we eigenlijk makkelijk wat bijhouden. Opnieuw het zwembad zelf. Dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen dat we een cirkel hebben. En dat is dan de pool zelf. En dan hebben we nog een cirkel die wat doet. Dat is geen cirkel, maar een ring dan. Een ring die eigenlijk de pad is. Okay. En dan hebben we eigenlijk enkel de pad price en de fence price nodig. Voilà. Als die dingen binnenkomen, dan zullen we nu wat bijhouden. De pool zelf is een nieuwe cirkel op basis van de radius. Dat is het zwembad zelf. En dan het pad, dat is eigenlijk een nieuwe ring. Met als binnenstraal de radius en als buitenstraal de radius plus de path width. Okay. En dan gaan we die twee prijzen ook gaan bijhouden. Nu, dan hebben we eigenlijk dit allemaal gedaan. Zie hoe dat wij intern eigenlijk die straal en die breedte van de pad allemaal gaan bijhouden tot... intern gaan we een andere motor gaan bouwen. Hè. Dus het is niet zo, we gaan abstractie gebruiken. Dus we gaan voor onszelf het leven aan de binnenkant makkelijk maken. Maar aan de buitenkant gaan we toch toelaten dat iemand denkt in ja, de straal van het zwembad en dan de breedte van het pad en dan de prijs en van het pad en van de omheining. Okay. Goed. Dan hebben we nog nodig prijs van het pad, prijs van de omheining en de totale prijs. Goed. Ziezo. Als we nu de path price hebben, ja, dan wordt het zeer simpel. Hè. Dan moeten we gewoon de oppervlakte van dat pad hebben, maal de prijs per vierkante meter van dat pad. En als we de fence price nodig hebben, dan moeten we eigenlijk niet... Dit klopt hier niet. Ja. Dan moeten we niet de oppervlakte van het pad hebben, maal de fence price, maar eigenlijk de omtrek van het pad. En daarvoor kunnen we dus dan beter opnieuw hier wel get circumference. Ziezo. Hier zie je dan bijvoorbeeld dat de AI mooi op zijn bek gaat. Want dat heeft helemaal geen zin om omtrekken af te trekken van elkaar. Maar ik ga dus definiëren, de omtrek van de ring is eigenlijk de buitenomtrek. Want dat is degene die we nodig hebben. Als je twijfelt, kun je ook zeggen get outer circumference. Okay. En dan kunnen we die hier gebruiken. Want dan hebben we hier wat nodig? Get outer circumference maal fence price. Ziezo. En zo simpel is die oefening eigenlijk. Ik heb nu eigenlijk wat gedaan. Ik heb al proactief eigenlijk informatie geëxtraheerd naar nieuwe klasses. Een ring en een cirkel. Zoals met die... als je geen ringklasse zou hebben, zou je nog een tweede cirkel kunnen gaan definiëren. En dus een inner en een outer cirkel. Maar ook dat heb ik dus verdaagd naar een nieuwe klasse ring. Die dus eigenlijk bestaat uit twee cirkels. Ja. Ik denk dat we klaar zijn met de oefening. Even vlug zien. De totale prijs hebben we nog nodig. Ja. Get fence price, get pad price en dan get total price. Die natuurlijk gewoon get pad price plus get fence price is. Okay. Ziezo, dit was de tweede eenvoudige oefening van module hier.